Wereldkampioenschap was in Brazilië. Het was in São Paulo zo dat Janne zich uitstekend voorbereidde op elke wedstrijd. En ik had met hem de afspraak gemaakt dat ik hem iedere middag om 14:15 uit zijn kamer zou ophalen. Om te voorkomen dat hij te laat achter het bord zou verschijnen. Op een bepaalde middag sta ik aan zijn deur te rammelen en te kloppen tot 5 keer aan toe. En Jannes deed niet open. Ik naar de speelzaal, want ik dacht dat hij onze afspraak was vergeten. En bij een oversteken plaats, daar zag ik ineens een wervelwind voorbij gaan. En dat was Jannes. Hij zag zijn voorzitter niet meer. Hij zag alleen maar Rob Klerk, want Rob Klerk moest hij die dag bekampen. Toen hebben we de belangrijkste partij, in ieder geval voor hem was het de belangrijkste partij uit zijn carrière die we toen gespeeld hebben. De spanningen werden te groot, want er stond veel op het spel. Misschien dat van deze partij het WK zou afhangen. Ik herinner wat me nog bijstaat is dat ik kort na de opening zo ontzettend opgelaten was. En ik denk dat hij dat ook gevoeld moest hebben, want we begonnen gewoon aan een avontuur waarvan we beiden niet wisten hoe het af zou lopen. Rob Klerk speelde 32-28 en toen vervolgde Jannes met 19-23. Ik zie dat jij even die zet kunt spelen, Bouke. 15, hè? Dat zal ik maar even doen. 36-31, 14-29, 35-30. Nou, dit is een hele abstracte opbouwfase, op zich heel interessant. Ja, dat was deze stand. Wit wil zich een wat we noemen een korte vleugelopsluiting laten aanleunen. Dat speelt zo. Was toen in die jaren wel actueel. Hè? Je bent ook in het Russisch kampioenschap nog wel gespeeld. Dat was toen een modevariant, een beetje, een lichte mode. Ja, dit uiteraard. De spanning groeit dan toch? Hoeveel zet is dat? De 28e zet? Ja, dus nu speelt Klerk speelt zijn kroonschijf op. En voorbij gelovigen kunnen daar een teken in zien maken. Een teken van angst een klein beetje. Een beetje wel. Maar zou het kunnen dat Klerk bang was voor een huisleidvariant of zo? Van Jan? Misschien heeft Klerk ook wel gedacht dat zijn aanval hier wel bepaalde kansen zou kunnen bieden. Jannes heeft zijn tegenstander op dit moment bijna nog aan. Jannes speelt nu deze. Het lijkt zelfs dat het helemaal analytisch verloren is. En dat is... Dat is wel een heel mooi fragment. Dit is dus het belangrijkste fragment uit zijn carrière. En ja, alles klopt nu voor Zwart. Die duivelskunstenaar Jannes van der Wal, die heeft het zelfs zo gespeeld dat op elke belangrijkste tegenzet van Wit een damzet volgt. Damtechnisch is echt een, wat we noemen, een hoogstandje. Een stukje damacrobatiek. Hij was in gezelschap van de ontroonde wereldkampioen Harold Biersma, die in dat toernooi derde werd, en van Rob Klerk, die in de strijd om het wereldkampioenschap als tweede eindigde. Volgend jaar moet hij zijn titel in een reeks van 20 partijen verdedigen tegen Harold Biersma. Ziet hij daar tegenop? Nee, ik heb er zin in. Maar is 20 partijen niet te lang voor je? Die heb je nog nooit gespeeld. Ik heb in mijn leven 1400 partijen gespeeld. Maar niet om een titel? Toch wel. Niet de match als deze natuurlijk, maar nou ja, dat, nee, maar nou ja, het lijkt me gewoon leuk. Jannes, ik zet de microfoon een beetje. Kan je iets naar voren komen, want we willen ieder woord van een nieuwe wereldkampioen horen. Hoe voel je je? Een beetje leeg, want ik heb niks meer te presteren. Het is allemaal achter de rug. Ik heb nog geen doel meer. Je hebt geen doel meer? Maar je kan toch weer gaan oefenen voor de volgende? Ja, maar ik wil eigenlijk hogerop. En er is niks hogers meer als wereldkampioen? Het heelal of zo, maar ik weet niet wat er...
En dat is iets ook moeilijk. Misschien nog wel moeilijker. Ja, ik weet eigenlijk niet hoor, of ze verderop nog dammen, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ja. Want, Jannes, vertel eens iets over jezelf. Sinds wanneer dam jij? Nou, ik kan het me niet erg goed meer herinneren, maar toch wel flinke pauze al, ja. Hoe oud ben je? Jannes, die moet de hele tijd lachen hoor. Je ziet het niet altijd, maar hij lacht wel. Waarom moet je nou lachen, Jannes? Is dat een rare vraag? Ja, dan zeg eens, hoe oud ben je? Waarom is dat een vreemde vraag, Jannes? Wil je eerst dat ik het zeg of zo? Vraag, Jannes, wanneer ben je... Jij bent eigenlijk... Nee, daar staat niks op. Daar staat alleen op Jannes van der Wal. En dan daarna de volgende mensen die in het programma optreden. Zodat ik niet de hele tijd denk van wat komt er nu. Ja, maar dan moet je improviseren. Ja, daar ben ik ook hard mee bezig, Jannes. Ja, hij moet iets meer... Jannes, kom maar. Als je het niet erg vindt, kun je een heel klein beetje dichterbij me komen. Ik doe echt niks. Echt niet. Zo, ja. En dat... Ja, prima. Jannes. Jannes, een volgende indiscrete vraag. Hoe was het zo ver weg in Brazilië waren jullie voor het wereldkampioen? Bevalt je dat, zo'n grote reis? Tussen Barend en Van Dorp. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en Hilversum 1. De damwereldkampioen Jannes van der Wal gaf aanleiding in het programma van Mies Bouwman tot een van de merkwaardigste interviews die we de laatste jaren gezien hebben. U ziet hier strakjes Jannes van der Wal. Wij hebben aan de andere kant van de lijn Jannes van der Wal. Welkom, Jannes van der Wal. Mag ik Jannes even vragen? Wij zijn van de KRO, van Goal. Hoe gaat het met je publiek? Als je hier binnenkomt, verwacht je dan meer publiek als wereldkampioen? Ik vind dus dat zo'n Jannes dus die de moeite... Dan hoe denkt Jannes van der Wal over die tweekamp? Want er stond toch maar weer één man in die publiciteit en dat was Jannes van der Wal. Er zijn zinnige vragen worden gesteld, die kan mij voorstellen... Als Jannes, we gaan zo praten naar het volgende plaatje wat ik eigenlijk wilde vragen. Heb jij een beetje verstand van muziek? Er is verschrikkelijk veel over je geschreven. Interview meewerken of je moet gewoon wegblijven. Wat mij nou zo leuk zou lijken, zou jij dit plaatje willen aankondigen? Wat ik wil eigenlijk...